wel de vraag. Denk doorheen de 8 jaar is dat een van ja, de eerste vraag is: je gaat dat nooit kunnen maken, hoe gaat je dat doen? En de tweede vraag is: wie is Sven Huibrechts? Het is waar dat Sven zijn een debuutfilm is, maar ik kan echt zeggen, in alles dat Hendrik en ik al samen gedaan hebben, hebben wij nog nooit een regisseur gehad die zo goed voorbereid is, die zo goed weet ook wat dat hij wil doen, ook scenario en zo, die heel rustig is, kan volledig omgaan met. Er worden 20 dingen op hem gegooid, denk erover na, je kiest iets, maakt de juiste keuze. Allee, we zullen het merken op dat één op de set natuurlijk, maar alle tekenen tot nu toe zijn, ja. Ik zal het anders zijn, dus Sven kijk heel hard op naar de Spielbergs van deze wereld. En ik denk dat hem die zoveel bekeken heeft, dat hem daar wel wat kwaliteiten van overgenomen heeft. Dat is wel rap, denk ik. Ah, dat is dan toch op basis van een scenario dat je ja zegt. Hè? Daar begint altijd alles mee, eigenlijk. En daar eindigt alles mee, met dat verhaal waar je dan voor mocht werken. En een debuutregisseur, ja, dat is waar. Maar hij heeft wel dat verhaal geschreven en heeft zich daarop bewezen. Misschien nog niet als regisseur, maar hij heeft al wel een aantal dingen als regisseur gedaan. Maar dit is zijn eerste langspeelfilm. Vorig jaar ook met een debuutregisseur gewerkt. Dat was ook niet tegengevallen. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. De nadelen zie ik nog niet onmiddellijk. Maar de voordelen wel. Hij staat ook volledig open. Hij staat ten dienste van ons allemaal. Ja, een blanco blad, zal ik maar zeggen. Nee, ja, ik denk ook... Ik vermoed dat het voor acteurs eigenlijk hetzelfde is. Ik denk dat het enthousiasme voor het scenario groter is dan de angst voor mij als Heb je het vertrouwen om het zelfvertrouwen ook, om die gasten te regisseren? Ja, ja, absoluut. Als regisseur zijn ze altijd bang van acteurs, bij wijze van spreken. Maar ik merk dat het scenario echt heel erg veel enthousiasme opwekt. En... Ja, gezien dat ik dat zelf uiteraard zo goed ken en zo graag dat genre en die sfeer en die stijl zie en vertel, merk ik aan de acteurs ook dat ze wel voelen van, ja, hij weet wel wat dat moet zijn. Ik heb met Sven ook enkele sequenties gedraaid bij Tegen de Sterren Op. En dat klikte direct, dat was direct eenzelfde liefde voor film. En een liefde voor hetzelfde tijdperk van films, de jaren 80. De Indiana Jones film. Dat was direct, ja. Ja. Hij had die ambitie al, hij heeft dat ook geschreven, hij heeft daarin geloofd. 18 Productions heeft daar mee in geloofd. En, ja, en je voelt dat in dat scenario. Als we samen, je weet echt over wat het gaat. Wat hij wil. En bij... In die zin, ik heb nogal in debuutfilms gestaan of zo, maar er zit niet zoveel onzekerheid op van waar dat naartoe moet. Terwijl we in veel debuutfilms voelden wel dat een regisseur zelfs tijdens draaien soms nog wat parcours verandert of zo. Of voelt dat bepaalde dingen dan wel werken en andere minder. En hier voelt dat gewoon... Het is een beetje rock solid, denk ik. Ik denk dat Sven ons ten eerste overtuigd heeft met het scenario. Ik denk dat we in al die tijd dat we al bestaan nog niets gehad hebben. Dat zo van de eerste keer, van de eerste pagina dat je leest, echt is. Ja, dat is het gewoon. En ten tweede, ja, ik zeg het. Oké, Sven heeft misschien nog niet veel gedaan, maar de kwaliteiten die hem op dit moment, of in Hans' voorbereiding al tentoonspreidt, zijn echt van een niveau dat we nog niet veel meegemaakt hebben qua regisseur. Echt. Qua voorbereiding, hoe dat hij alles ziet, hoe dat hij het kan communiceren, hoe dat hij productioneel kan meedenken op alle vlakken eigenlijk, is de Sven, ja. Is er mee. Ook doorheen de jaren hebben we zo geregeld dat scenario moeten aanpassen. Ook om het productioneel mogelijk te krijgen, zijn we nog, denk ik, een paar maanden geleden van een rewrite van 120 pagina's, moest dan naar 90 pagina's, maar ook omdat we het gevoel hadden dat we anders een te lange film gingen maken. Lang, en dat je denkt van ja... Budget is al tijd voor zoiets spectaculair te doen. Ja, ja. Dat je denkt dat het toch dwaas is, dat we moeten 30 minuten wegknippen in montages. Ja. Dus, maar dan heeft hem dat ook weer op 2 weken tijd. Want heel vaak kunnen ze hebben dat scenarist er daar aan vasthoudt. Maar Sven denkt dan, je moet er al een paar dagen over nadenken. En dan levert hij weer een super rewrite. Ik denk dat iedereen de cast ook op Marktpunt had nog eens gelezen. Dacht van, het is gewoon nog beter dan wat het was. Dus, ja, het is echt nog veel beter geworden. En er zijn 30 pagina's uit en iedereen leest het en ze zeggen... Ik mis niets, dus de manier waarop dat hij het eruit gehaald heeft,
Dus je mist echt niets, want er is zelf een personage uitgeschreven en zo. Miste niet. Ja. En in de versies daarvoor hadden we dat wel nodig. Dan diende niet tot iets, dus. Ik ben natuurlijk zelf nog een snottaap. Ik ben 33 jaar. En ik heb al heel veel mogen doen binnen de industrie. Maar draai het of keer, ik ben echt een snottaap. En Sven is dat op zijn manier ook. En ik denk, moest ik mensen op basis van hun credentials moeten gaan benaderen, ja, dan hadden wij ook bijvoorbeeld Bevergem niet gemaakt. Er is een eerste keer voor alles. En ik geloof heel hard in first shots. En bij Sven heb ik al van in het begin het gevoel dat een super professionele, goede gast is. Die weet waar hij mee bezig is. En bovendien, hij heeft het scenario geschreven die ik heel goed vind. Dus ja, dan heeft hij geen verkoopspraatje of geen heel lange IMDb-lijst meer nodig om mij te overtuigen. Eerlijk gezegd, het is iemand die nog nooit zo'n voorbereide regisseur. Ik denk dat Kopen net zijn, nog nooit zo'n voorbereide regisseur. Elke scène is hem zo'n een animatic programma. Hij gebruikt eigenlijk een programma om tekenfilms te maken, om allemaal zijn scènes te storyboarden. En dan zegt hem, dit wil ik doen. En dan denk ik, wow, alright. Cool, laten we dat doen. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen, dat is wel handig. Ik heb test opnames gezien die jij gemaakt heeft met modellen. Practical effects eigenlijk, in kleine bassins met cameraatjes. En met de juiste klank erop was ik helemaal mee. Ik geloofde dat. Ik denk van oké. En hij is er ook al zo lang, hij is er nog langer dan die 6 jaar dat ik ermee bezig ben. Ik zit er mee bezig. Hij is er zo in doordringd in dat verhaal en in hoe dat hij dat wil. Ik denk dat hij echt nu klaar is om zijn ei te leggen. En wat een ei gaat dat zijn. Zo groot als een dogboard. Ja, ik denk dat wel, ja. Het is echt een genre dat mij super hard ligt. Ik heb heel lang aan het scenario gewerkt. Dat soort films zie ik heel graag, dus ja, absoluut, denk wel dat ik dat aan kan.